Welkom bij Appartement TV. We zijn vandaag in Genk in de residentie Bokrijkpark voor een reportage over zonnepanelen met energiedelen. In september 2022 kwam Fluvius dat project promoten bij ons op onze roadshow in Hasselt. En mijn gast van vandaag, Karel Timmermans, die was daar trouwens bij. En ik wil met hem wel eens praten over een proefproject zoals dit, of een pilootproject moet ik het misschien beter noemen. Maar vooral eerder dat we verder ingaan op het project zelf, wil ik toch, Karel, nog even kort jou en je kantoor laten voorstellen. Goed, goedemiddag. Karel Timmermans, zaakvoerder van vastgoedkantoor Pelletieri, samen met mijn vernoot Antonio Pelletieri. Wij hebben twee kantoren, enerzijds in Lommel, waar het allemaal begon in 2009 en sinds 2015-2016 in Hasselt. Het kantoor in Hasselt beheert hier het appartementsgebouw van Bokrijkpark en daar zijn we al sinds 2019. We zijn met een 13-tal personen in totaal die dagelijks zorgen voor een 300-tal gebouwen die wij beheren en zorgen dat er uitdagingen, zoals onder andere Bokrijkpark, goed worden afgehandeld. Ja. Ik ga daar meteen op in. Je zegt 300-tal gebouwen en zoveel mensen. We weten allemaal, het is een knelpuntberoep. En om dan nog dingen bij te nemen, en dan durf ik dit iets noemen wat je dan bijneemt, want dat is innovatie, dat is van een wit blad beginnen. Mm-hmm. Veel kantoren zeggen dan, ja, nu even niet, Karel. En jij gaat er toch voor. Het was een uitdaging die we binnenkregen, bij wijze van spreken, juist na corona, waar alles al een beetje chaotisch was geworden. En we hebben het eigenlijk bijgepakt. Waarom? Enerzijds omdat Bokrijkpark vraag in de partij was, anderzijds ook omdat het een leercurve is waar we als kantoor verder uit kunnen voortgroeien en waarbij we toekomstgericht andere klanten kunnen gaan bedienen. Ja. Om ervoor te zorgen dat iedereen klaar is voor de energietransitie zoals we ze kennen tegen 2030, 2050 en loop maar verder. Ja. Maar je zei het al, de residentie was vraag in de partij. Ja. Zo'n innovatief project kan onmogelijk slagen zonder een zeer goede samenwerking tussen de mede-eigenaars, jij als syndicus en dan de aannemer, die ook moet weten wat een zonnepaneel is natuurlijk, maar ook wat energiedelen is en wat dan een VME is. Dat is ook niet simpel, hè? Aannemers vinden voor VME's? Inderdaad, dat is een uitdaging op zich tegenwoordig. We mogen al blij zijn als we tegenwoordig nog één offerte krijgen, in plaats van dat we er drie kunnen voorleggen. In dit geval hadden we ook wel meerdere offertes, maar op Deco, die service ook aan het woord komt, veronderstel ik, die heeft ons begeleid, niet alleen het technisch vlak, maar ook het juridische en het Fluvius vlak, wat natuurlijk wel een heel belangrijk punt was. En samen met de mede-eigenaars in Bokrijkpark hebben we ervoor gezorgd eigenlijk dat het project tot een mooi einde is gekomen. We hebben er ook kunnen, dankzij Opteco, mee kunnen jagen naar een call die werd opgezet door de Vlaamse gemeenschap, om ervoor te zorgen dat er een bepaalde subsidie kwam, wat natuurlijk het prijskaartje voor hen ook wel draaglijker maakte dan. Ja, maar ik hoorde ook van mevrouw Dalemans, die als mede-eigenaar ook meewerkt zeg maar, aan het beheer van het project, dat er toch wel wat armen en voeten voor nodig zijn. Hè? Inderdaad. Fluvius was niet echt van het begin klaar voor de situatie waar wij al in fungeerden of waar wij zaten. Dus op het moment dat wij zover waren, heeft het toch nog wel wat drukkingskracht gehad van verschillende partijen om ervoor te zorgen dat Fluvius zijn systemen klaar waren. En dan nog merken we soms dat het een beetje vierkant draait om ervoor te zorgen om zaken rond te krijgen, bij wijze van spreken. Ja. Ik denk ook niet dat ze de energiegemeenschap echt bedoeld hebben zoals ze hier nu gebruikt wordt. Het leek mij eerder een idee van, kijk, je hebt een huis in de provincie en een appartement aan zee en dan kan je eventueel energie delen. Maar dit is eigenlijk een zeer mooie, bijna professionele manier van energie delen en dat was misschien net niet de bedoeling. In dit geval zijn er inderdaad zonnepanelen gelegd op de gemeenschappelijke daken van een bepaald gebouw in de residentie. En al de mede-eigenaars in dat specifieke gebouw, die gaan eigenlijk via energiedelen daar opbrengsten van kunnen genereren voor hun eigen stroomgebruik te gebruiken en zo. Nu, binnen een paar weken zijn de verkiezingen, dus misschien het juiste moment om nu een reportage te maken. Er komen straks weer nieuwe mensen in beeld. Vlaams parlement, steden en gemeenten. Jij bent nu één van de weinigen in Vlaanderen die ervaring al heeft opgedaan, want zoals ik zei, het is eigenlijk bijna een pilootproject. Wat zijn de tips die je in de stijl van Piet Huizentruid zou kunnen meegeven? 1, 2, 3? Ten eerste eigenlijk dat ze zeker moeten zorgen dat hun procedures zo makkelijk mogelijk zijn. Ten tweede dat ze het misschien ook nog wel financieel aantrekkelijk blijven houden, vooral voor gemeenschappelijke delen van gebouwen. Ze hebben energie nodig, zonnepanelen zijn een goede oplossing. Dat ze zorgen dat die zaken makkelijk kunnen. En 3, dat ze ervoor zorgen dat Fluvius mee is in het verhaal. En dat die zeker zorgen dat ze toekomstgericht zulke andere projecten. Je ziet rond ons, we hebben er hier nog een aantal liggen qua gebouwen. Die willen misschien ook meedoen. Maar die gaan deze stap vandaag niet nemen, omdat het zo complex is. Dus, maar ik zeg dat voor de overheden eigenlijk appartementsgebouwen een opportuniteit zijn. Een gouden kans. Dat zeggen we altijd. Maar blijkbaar hebben ze dat nog niet altijd door in Brussel. Dus,
in Brussel of in Genk of waar dan ook. Wij gaan dat blijven volgen op onze website en ik nodig iedereen uit om dat ook te doen en eventueel ook jullie ervaringen met energiedelen en zonnepanelen aan ons over te maken via www.appartement.tv. Tot dan.